Goedemiddag allemaal. Het is nu even iets kwart over 1 geweest. Het is nou, even kijken. 20 over 1 en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 11 augustus. Zoals jullie weer zien, ga ik Roderick weer helpen met de post. En we zouden zeggen weer heel veel. Kijkplezier. Ja, precies. Voor postplezier, ook leuk. Nou, poging nummer 2, want de camera die wou weer eens even niet. Nee. Heb je daar al gedaan? Huis naar huis? Nee. Of alleen post? Nee. Oh. Nou, ik ga even de camera aan meneer Maastra nog even, alsjeblieft. Oké, dankjewel. Dan mag je fietsen en... Fietsen vloggen? Ja, ja. Dat is handig, ja. Post vloggen. Ook leuk. Ik heb een fiets. Hier zijn we. Oeh, wat een dapper. Luister eens. Even kijken hoor. Hier zijn we. Ja, deze. Die willen toch niet geld winnen. Soms hebben ze smalle brievenbussen. Dan wil dat niet echt goed lukken. Maar luister. Dus, lekker. Het is wel lekker weer, dus. Lekker postlopen. Ja, ik had dat van wat er van komt. Zet je. Duisternis. Ja. Ja hoor, ben je met jou? Lukt het man. Waar ben jij? Ja, ik loop achter. Nou, je loopt achter me. Dan loop ik een beetje achter. Dan loop jij achter. Ja, zijn huis lekker doen. Zet ook, ja. Nou, dit is best een lekker werkje. Om te doen, post. De postvolumes die vallen wat tegen, worden wat minder tegenwoordig. Dat betekent dat je sneller klaar bent. Maar dat je ook minder uren kan draaien. Dat komt meestal omdat mensen dus alles per e-mail en internet gaan doen. Websites, weet ik wat. Ja, nee. Het enige wat meer gaat gebeuren is dat mensen dus vaker online dingen bestellen. Pakketjes die dan afgeleverd worden. En dat is weer goed voor de pakkettendienst. Ja, en als je iets besteld hebt wat je niet wil hebben, dan moet je dat zelf terugbrengen naar een postagentschap. Maar er zijn ook bepaalde webwinkels die zeggen van nou... Jij wil nootjes. Er zijn bepaalde webwinkels die zeggen van... Nootjes. Jesjes. Is goed. Nootjes en jesjes. Maar goed, we bestellen dus een pakketje, maar de kleur is niet goed of de maat is niet goed of het is niet leuk genoeg. Dan moet je dat voorheen altijd terugbrengen. Er zijn bepaalde webwinkels die zeggen van nou, even kijken. Wij bieden een extra service aan, dan komen we het bij je halen. En dan bepaal je zelf dus wanneer het gehaald kan worden. Dat is ook wel erg handig. Een mini busje. Een beetje busje. Ja, dat gaat er net in. Zo. Klaar met deze straat. Ja, zo. Ja. Daar waren we weer. Ja. Hè? Ja, precies. Daar zeg ik al. Ja, en daar waren we weer. Mooi te zijn opbergen. Het is 16:30. Even kijken, de exacte tijd. De exacte tijd op mijn horloge. Moet ik even een draaitje stukje naar beneden doen. 16:55.
En dan is die daar al bijna klaar. Ik ga even in de schaduw staan. Is even lekker. Haha. Ja. Het is waar. Kijk. Staat hij. Klein, hè? Ja, dacht ik al. Nou, dan gaan we zo eventjes naar de Jumbo. Vandaag even gratis boodschappen doen, hopelijk. En sowieso even nootjes halen. Ja, het ook even gebeuren. Hoi. En hij is nog lekker lang bezig, maar hij moet nog wat opruimen volgens mij. Yep. Ook wel weer goed. Ik heb thuis ook stickers, hè? Hè? Huh? Wat? Oh, al een paar en dat is maar twee, hè? Ja. Dus dat me wel even weten. Dus ja, het wijkje is goed gegaan. Snel. Ik heb thuis naar huis gedaan. En ook gewoon ook een deel huis naar huis met post. Vooral dat ik eventjes een inkak en momentje had, eventjes een beetje... Waar had ik mijn inkak en momentje nog niet eens op? Op de helft of wel? Nee. Had ik eventjes een inkak en momentje, maar dat kan gebeuren. Want er speelt ook gewoon heel veel. Buikwandcorrectie moet ik nog even afwachten of ik daar een akkoord voor krijg. Als ik daar een akkoord voor krijg, dan horen jullie dat van mij pas helemaal later. Of via Facebook of via Twitter of wat dan ook. Ik moet dan ook wat meer actief worden op Twitter, ook dat nog. Maar dat komt ook wel weer goed. Het helemaal vanzelf goed. Nou ja, trouwen, ja. Dus ja. Het is, ja. Deze is dan voor vandaag, het is vandaag 11 augustus en vandaag heb ik een vlog online gezet voor 20 augustus, dus ja, we lopen aardig vooruit. Gaat lekker. Dus voordat jullie deze zien is het al aardig wat later en dan heb ik waarschijnlijk al mijn akkoord of niet akkoord. Dus. Of ik lig al lang alweer op de operatietafel, dus dat is ook alweer aardig. Dus dan zien jullie nog dat ik nog een beetje mijn buikje heb of dat ik mijn buikje hou. Ook prima, vind ik ook niet erg. Of ik hou mijn buikje dit, of het gaat dus helemaal zo meteen weg. Dat we toch even daar wachten. Maar ik ga nergens vanuit. Ik ga gewoon er eigenlijk vanuit dat ik hem niet krijg. Ja, daar ga ik gewoon vanuit dat ik hem niet krijg. En toch hoop je toch wel dat je hem krijgt. Ik heb er wel over gedroomd. Ja, ik heb over het anders gedroomd. Over verhalen over mijn ex. Ja. Mijn ex die heeft een nieuwe vriendin. Ik weet helemaal niet of ik haar zelf weten, maar... Ja. Er zit mij gewoon even iets niet lekker, maar ja. Ik kreeg namelijk te horen dat... meneer die heeft dus via mij werk eigenlijk... Zijn hele opleiding kunnen doen. En de vriendin waar hij dus nu mee zit, ja. Daar, hij heeft dus nu geen werk omdat mijn vrouw dat niet wil. En mijn vrouw die is ook bezig om hem van zijn vrienden en kennissen los te peuteren. Dus ja, nog even. En hij heeft geen vrienden meer over. Maar... Dan ben ik nog. Bij mij staat altijd en de deur open bij hem ook, hè schat? Ja. En want het was ook eigenlijk een stukje jouw maatje geworden, toch? Een soort van, dus ja. Ja, en we waren toch ook al een keertje mee naar en naar zijn hobby, jij ook. En dat vond je ook gewoon leuk om te zien. Dus ja. Dus, maar we gaan nu dat even op de bus doen. En dan gaan we naar de Jumbo, toch? De BV-straat. Welke? BV-straat. Even kijken. Ja, maar daar is helemaal weer die kant op. Ja. Okay. Kunnen we ook morgen doen? Is goed. Dus, ja oké, maar dat is helemaal weer die kant. En ik wil gewoon even naar de Jumbo en mijn eventjes weer even knutselen. Even mijn kop even op nul. Is goed. En voor de bruiloft. Oh,
gebruik van Ilona gaat trouwen? Nee, ik ga niet met jou trouwen, want dan, dat ga ik dus nu nog niet doen, maar pas op 11, 12 en 2018. Ja, weet ik dat ook. En nog niet in 2019, zoals mijn schoonvader dat wil. Ja, maar kan toch? Ja, het kan, maar dat doen we niet. 12-11. Huh? 12-11-2019, 1300 uur. Nee, doe ik ook niet. Dus 13-12-11. Ja, ik vind het prima met jou. En jij draait alles weer lekker om. Ja, precies. Ja. Die. We gaan gewoon lekker op om 10 uur op 11, 12 en 2018. En we gaan niet op 11, 12 en 2019 trouwen, zoals al wat je vader wil. Nee, maar echt niet doen. 12-11. Nee! Wat zijn nou? 12-11. Want? Ten 11 uur. 11 uur? Om? Ten 11 uur. Het allerlaatste moment. Ja. Ik vind het helemaal prima met jou. Maar toch hou ik wel van je hoor. Toch wel. En toch wil ik totaal wel niet met je trouwen. Ja, we zijn weer bij de Jumbo geweest. Zeker, Jumbo. Is leuk. Waarom is dat leuk? Waarom heb ik. Kijk, zo. Donker. Zo, en dit is beter. Kijk. Nee. Dicht, mooi. Ja. Ja, schok niet. Boe. Hij schrikt nooit hoor. Zelf ja. Wil jij, u, wij, mijn aanstaande man worden? Of wil jij, u, wij, ik, zij, hij, gij niet dat worden? Ik zou graag dat jij mijn vrouw bent. Moet ik dan jouw man worden? Als u, hij, zij, gij dat leuk vindt, ja. Oké, bij deze. Oké, mooi zo. Zelt in. En we hebben maar één product gratis. Ja, jammer. Ze letten veel te goed op hier bij deze Jumbo in Voorburg, de Koninginnenlaan. En nee, we worden niet gesponsord. Anders dan door dat ene product. Schreeuw van de meeuw. Doe een meeuw nou. Oeh. Heltje. Oehoe. Joehoe. Joehoe. Oehoe. Schreeuw van de meeuw. Die vrouw van de jonge meeuw is. Leuk. De hele tijd te krijsen. Poeske. Poeske? Een zware poes. Dat vind ik meer als een tijger. Is dat een herdershond? Hij sport ook echt niet, hè? Nee, sport niet. Nee, maar heb je eigenlijk weer zin in school? Ik heb geen zin om meer naar school te gaan. Nee. Ik heb wel uitgeleerd meer. Nee, maar bij kinderstralen. Escherstein. Heb je daar weer zin in? Ja, dat is leuk. Spelletjes doen. Spelletjes doen? Spelletjes doen, op schoolplein. Dat is leuk. Toch? Ja. Rino Tulluxeren, ja. Rino Tulluxeren. Dat is lekker zo in je neus. Ja, is leuk, lekker, toch? Dat zou je ook inderdaad. Hè? Zo doen. Ik kan niet te zien. Ja, precies. Schappig. Heel grappig, toch? Ja. Ja, en toen was ik alweer thuis. Het is alweer 18:36. Ja. Ik heb even nog even Roderick aan de lijn. Ik wil rond even 6:45 even een blokje met de dames doen. En dan komt Roderick ook even weer bij, ook gezellig. En ja.
En ik heb even net op Facebook, nee, we worden nog niet gesponsord, heb ik eventjes onze link van ons YouTube kanaal even erin geknald. Ja, ik wel, dat is leuk. Dat is grappig. Dan even weer een beetje bekendheid taak. Ja, dat is leuk. Dat is wel grappig. En we hadden ook nog ergens anders een eigen kanaal. Gaan eens even kijken, waar hebben we die ook weer? Oh ja, vlogs van Karen en Roderick, hè? Ja, plakken. Ik zeg plakken. Nee, ik zeg hier naartoe en ik zeg daar naartoe. Zo. Kan je zo? Ja, dus Roe en ik gaan zo meteen even wat. En hoe heet dat? Unboxen? Ja, unboxen. Ja, we gaan zo meteen wat unboxen. Ja. En dan moet er een selfie van mij gemaakt worden zo meteen. Maar dat kan ik zelf wel, vind ik leuk. Dus, want ik heb post gekregen. En ik heb beloofd aan hun om eventjes te unboxen en een foto te maken. Dus dat wordt leuk. Dus ik mag de dinsdag en vrijdag ook mee gaan lopen. Hou ik daarvan? Nee. En anders mag Ro ook. Dan ga ik dinsdag en ermee lopen. En vrijdag Ro. Die is leuk. Ja. Ook gezellig. En dan heeft hij een petje op. Dus dat is een keertje lekker voor hem. Dat even iets wat beter voor die zon van hem. Voor hem. Precies. Dus ja, we gaan zo meteen eventjes eerst even de hondjes doen en dan wat unboxen en nog even iets voor de vlog doen. Dat heb ik Roderick ook gevraagd, maar dat ging al via de telefoon doen, maar dat was geen gehoor. Dus ja, even dat even doen. Dus komt helemaal goed. En nog vanavond en naar Scheveningen vuurwerk kijken. Niet te vergeten. Maar we nemen jullie wel even wat mee, maar we laten niet alles zien, want ik wil ook wel een beetje genieten. En ik neem vandaag eens even niet mijn fotocamera mee. Hey, hi. Was je er ook? Ja, ik was er ook. Gelukkig wel. En ik ben er ook, of ben ik er nou toch niet? Ik ben er even niet. Nou ja, ben je weer. Ja. Wij hebben goed nieuws. Want we hebben post binnen. Post. Ja, heel veel post. Wil je even... weet ik veel hoe, wat, waar, nee. Ja, dat wil ik ook. Ik ga jullie gewoon lekker neerzetten. Schommel. Maakt niet uit. Even zo. Zo. Ja, dat is leuk. Spannend. Ja, maar ik moet even dat pootje goed gaan zijn. Ja. Ja. Aan je mond. Nee, nooit. Jou nooit. Dat scheelt weer. We hebben post gekregen. Die laten we jullie zien. Kom op, kom op. Wow. Ik wil niet wazig worden. Nee. Ik ook niet. Zo. Waar beginnen we mee? Met de brief, hè? Ja. Brieven. Ja, blijkbaar. Bond van post. Personeel BVPP. Ja, 7 augustus 2018, laat ze dan. Hey! Verjaardag. Kijk, dank je. Kijk. Onderwerp. Jij bent de winnaar van de BVPP Pettenactie. Ja, dus. Ja, duidelijke praten, schat. Dus. Zo, wow. Wil je daar even op gaan letten, schat? Ja. Oké. Goedenavond allemaal. Ja, ik zal even een beetje licht bijschijnen. Zo, lekker! Ja, wij hebben post binnengekregen. Ja, post. Spannend! Ik ga hem even openmaken. Tel. Ik word daar heel blij van. Kijk. Er zit ook een brief in. Zullen we die eerst even voorlezen? Ja, kijk. Ik ga voorlezen. 7 augustus 2018. Toen was ik jarig. Gefeliciteerd. Dank je. Onderwerp. Jij bent de winnaar van de BVPP Pettenactie. Geachte Karen van der Werf. Van harte gefeliciteerd. Jij bent de winnaar van onze Pettenactie.
jij ontvangt hierbij een pet. Een pet? Hé. Hey. Van de BVPP, dus Bond van de Postpersoneel. Ja. Dat is mooi. Afgelopen week hield de Bond van de Postpersoneel een lotingsactie waarbij 10 deelnemers van de Bond van Postpersoneel zou een pet konden winnen. Uit de loting ben jij als winnaar uitgekozen. Yes! Hey! Ja, heel gefeliciteerd. Daar zijn wij, ik ook heel blij mee. Wij zijn blij dat wij de prijs uit mogen reiken en danken je voor jouw deelname. Een foto met een pet erop. Hey, die gaan we zeker doen. Dat is allemaal weer gelijk. De Bond van Postpersoneel zou het heel leuk vinden als je op een foto gaat met een pet. Plaats deze gerust in de reactie onder de winactie op Facebook. Flyer, hey! Met de pet is een flyer. Hey, ook nog. Flyer! Hey, die hebben we ook. Daar komen we zo weer op terug. Mooi. Leuk. Bij de pet is een flyer. Dankjewel, gelijk. Bij de pet is een flyer van de BVPP bijgesloten. Voor het geval dat jij, dus ik of jij, als jij toevallig kijkt en je bent een collega van mij, is het leuk dat jij en ik jij. Nou, ik dus op dit moment, helaas. Maar misschien dat jij lid wil worden, mag ook. Gaan we voor het geval dat jij een collega hebt die nog niet lid zijn, maar wel een belangstelling hebben in het Bond van Postpersoneel. Samen staan we sterker en houden we het leuk. Per nieuw aangebracht lid ontvang jij daarom 10 euro. Hey! Okay. Met vriendelijke groet het BVPP-team. BVPP, Bond van Personeel. Kijk! Ja! Dus, wil jij lid worden? Reageer hier even onder. En dan komt het helemaal goed. Ja! Yeah, man! Ja! Staat je goed? Meteen een goede maat. Altijd een goede maat, toch mensen? Ja. Ja. Rapper? Geen idee, Ali B. Misschien wel. Ja, en dan ga ik zo een foto maken, maar mijn telefoon die zit even aan opladen, maar dat maakt niet helemaal niet uit. Gaat helemaal goed komen. Dus, wil jij een mooie pet? Dat kan altijd, waarschijnlijk, weet ik nog niet. Maar bij deze hebben we dus ook een leuke samenwerking met Bond van Postpersoneel. Gefeliciteerd, schat. Ja, we hebben samenwerking. Prima. Top. Ja, het is nu alweer iets van 9:15. We zijn ons aan het klaarmaken om dus naar Scheveningen te gaan. Want daar is het mooie vuurwerkspektakel. Elk jaar weer. Dus daar gaan we zo meteen naartoe. En ik neem de vlogcamera wel mee. Maar ik weet niet of ik ga vloggen, want ik ga dit jaar eens een keertje er lekker van genieten. Dus, meneertje, je hebt ook een squak, die zit nog ergens op de zuggen. Ja, dus misschien zien jullie die nog wel straks en anders zien we die weer morgen weer of zo. Ja. En ik sluit nog niet af. Nee, nog niet. Zo, het is wel heel donker. Nee, dat gaan we niet doen. Nou, wij willen jullie sowieso hartelijk bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Ja, het is nou al in principe zondag, maar we sluiten af voor gisteren. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want we zouden het leuk vinden. En laat een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel. En tot de volgende keer. Ja, dus, doei!